En we willen gewoon voor deze zomer, voordat het weer warm gaat worden, voordat ze weer tikkertje gaan spelen, willen we echt maatregelen hebben. De bewoners van Moerwijk worden al tijden geteisterd door een rattenplaag. De dieren lopen door portieken, door tuinen en op straat. Afgelopen zomer kondigde wethouder Richard de Mos een heus rattenoffensief aan. Toch is de overlast juist erger geworden, zegt een aantal buurtbewoners. Dit gebeurt wekelijks, hè, op de Moerweg. Ja. Is dat niet normaal? Het is verschrikkelijk. Mensen die niet meer naar buiten durven, die ze echt zien lopen. Er zitten overal holen. Mensen blijven ook nog maar brood strooien. Het houdt niet op. Tijdens een speciaal spreekuur in het wijkcentrum deden de bewoners hun beklag. Nog steeds. Waar blijven we? Ik snap dat ze het frustrerend vinden dat hier in deze wijk helaas bewoners zijn die voedsel op straat gooien. Die dat ook klaarblijkelijk heel normaal vinden. Hun roep is echt bij mij duidelijk. De overlast wordt onder meer veroorzaakt doordat mensen hun etensresten op straat gooien. Met name oud brood. Op het Heeswijkplein opende de wethouder een broodcontainer. In de hoop dat de Moerwijkers hun oude bammetjes daarin dumpen. Maar daar blijft het niet bij. Want uiteindelijk is het wel zo, als je niet horen wil, dan moet je maar voelen. Dus ook het handhaven krijgt heel veel prioriteit. En daarbij hebben we vanaf 1 februari in dit deel van de stad, in Moerwijk, 2 extra handhavers die gewoon actief gaan schrijven om het gedrag bij mensen te veranderen. Ook komt de wethouder nog een keer terug naar de wijk om voorlichting te geven. Tegen de lente, want het moet wel een beetje mooi weer zijn, willen we hier een dagje gaan staan voor de co-op. En dan Richard de Mos heeft aangezegd dat hij dan mee gaan doen een paar uurtjes om de mensen duidelijk te maken waarom we er staan, wat we niet meer willen in de buurt en dat is dat brood strooien. Stop daarmee. Weet je, je haalt ongedierte in huis. Dat wil je toch niet? De bewoners hopen snel van het ongedierte af te zijn. En we willen gewoon voor deze zomer, voordat het weer warm gaat worden, voordat ze weer tikkertje gaan spelen, willen we echt maatregelen hebben.